Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Namita Adjodja. Is geen onbekende dame in de Surinaamse samenleving en zeker niet als we praten over de danswereld voornamelijk. Namita heeft een hele rijke dansachtergrond en ze heeft ook 20 jaar geleden daarom haar dansschool opgericht. En vandaag gaat het gesprek met haar daarover. De festiviteiten, althans de activiteiten in het kader van de viering van 20 jaar van de dansschool van Namita Adjodja. What we need is a little Q-Time. Hi Namita, welkom in Q-Time. Dankjewel Adair. Ik moet je alvast beginnen te feliciteren. It's funny how time flies. Ongelooflijk dat het al 20 jaar geleden is en het lijkt echt gisteren. Ja, eigenlijk inmiddels al 21 jaar, maar de meeste activiteiten hebben we dus gedaan in het kader van ons 20-jarig bestaan vorig jaar. Ja. Corona. Geef corona de schuld van alles het mag. Ja, ja. Echt waar. Want we hadden echt grootse plannen. Weet je, verschillende activiteiten om het 20-jarige bestaan te vieren. Ja. Maar ja, het heeft ons creatief gemaakt op een andere manier. Ja, okay. Dus het heeft ook weer mooie videoproducties en zo teweeg gebracht. Want het jaar dat we dus eigenlijk stil moesten zitten, hebben we thuis gewoon geprobeerd om wat kleine filmpjes op te nemen. Mm-hmm. Om toch onszelf bezig te houden, maar ook gewoon het publiek nog wat te kunnen entertainen. Ja, oké, heel leuk. Kan je ons even terugbrengen naar het begin van 20 jaar geleden? Want ik kan mezelf nog herinneren dat ik volgens mij in Thalia jouw eigen Bharatanatyam heb gezien. En ik was zo ervan onder de indruk. Ja, ik was in Thalia. Okay. Ja, kan ik me toen nog herinneren. Ja, dat was 18 mei 2001. Ja. Dat was dus mijn Bharatanatyam Arangetram. En ja, je Arangetram kan je dus eigenlijk vergelijken met een afstudeervoordracht. Mm-hmm. Ja. Ik heb dus mijn Bharatanatyam Arangetram heb ik gedaan onder leiding van Madhuri Jagmohan. Zij heeft me dus begeleid tot dat moment toe. En vanaf dat moment ben je dus eigenlijk zodanig opgeleid dat je je eigen dansschool zou mogen starten. Maar ik heb altijd ervan gehouden om met jongeren, om met kinderen bezig te zijn. Ik was toen amper 19 jaar, maar ik dacht van, hé, weet je wat, ik start mijn dansschool. Want deze dans wil ik echt gewoon overdragen. Mijn hoofd zat gewoon te bruisen van alle ideeën, van alle creativiteit. Dus ik wilde de dans overdragen, ik wilde gaan choreograferen. Om zo ook gewoon mooie producties op het podium te presenteren. Mm-hmm. En we zijn dus gestart op 4 juni 2001 met de dansschool. Dat is nu al 21 jaar geleden. En we hebben een aantal hele mooie producties gedaan. We hebben al inmiddels 11 dansschoolproducties achter de rug in de afgelopen 21 jaar. We hebben daarnaast hebben wat kleinere producties gedaan, maar dat was dat eigenlijk alleen maar voor familieleden, gezinsleden, familieleden van de leerlingen. Ja, was een beetje intern. En daarnaast natuurlijk optredens in verband met Pagwa of Diwali of herdenking Hindoestaanse immigratie, Mahashivratri, verschillende hoogtij- en feestdagen. Ja. We hebben ook buitenlandse reizen gehad. Al heel vroeg in het bestaan van de dansschool in 2002 mochten we al op tournee gaan in Nederland. Hebben we daar met 6 leerlingen mochten we 34 shows geven in 14 steden in Nederland en België. Dat was natuurlijk een hele grote ervaring. Mooi hoor. En, ja, heel mooi. Ja, ja. En de laatste was dus in 2019. Toen waren we met 12 dansers naar Sint Vincent en de Grenadines om daar op te treden ter gelegenheid van hun herdenking van de Hindoestaanse immigratie. Wauw, oké, prachtig. Ja, ja. Ja. En die reizen die je toen gemaakt hebt, waren dat ook echt met studenten of waren dat met een medeleerkrachten? Nee, met studenten. Dus van 2002 en 2019, die waren met studenten. Ik ben zelf met collega's in 2008 naar Barbados geweest. Dat was ter gelegenheid van India's onafhankelijkheid. Dat was met het India's Cultureel Centrum toen. Ja. En in 2013 ben ik onder leiding van mijn lerares mm-hmm. met een aantal collega's geweest naar India voor optredens. Ja. En daar was wel een van mijn leerlingen ook deel van het geheel, zeg maar. Okay, nou, ja. Ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat je dromen uitgekomen zijn 20 jaar geleden. Ja. Ja, maar toch, die creativiteit is zo'n levend en bruisend ding. Het blijft maar doorgaan. Dus
Dus Elke ik keer zal is er weer sowieso wat blijven nieuws. creëren. Ja, Ja, precies, inderdaad. zeker. Oké, heel veel reden dus om 20 jaar daadwerkelijk te vieren. Het was weliswaar vorig jaar, maar de activiteiten die eigenlijk stromen een beetje door naar dit jaar. En Ja. jullie hebben een boek, als het ware, is een van de producten. En ook een Ja, documentaire, ja? het is begonnen met de gedachte van het boek, omdat ik zelf de verandering zag in benadering van jongeren in Suriname. Vroeger was het veel meer dat ze kwamen om informatie op te vragen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of een scriptie of werkstuk of wat dan ook. En met de toegankelijkheid van het internet Internet. is dat gaan afnemen. Klopt. Maar het jammere is dat er op het internet wel heel veel informatie staat over Bharatanatyam, maar geen informatie over Bharatanatyam in Suriname. Klopt. Hoe heeft Bharatanatyam zijn weg gevonden in Suriname? Wat doen we ermee in Suriname? Dus toen dacht ik, nee, weet je wat, deze informatie, ik ben van de tweede generatie, mijn lerares is de eerste generatie. Ik dacht, weet je wat, laat me het alvast beginnen vast te leggen, zodat het ergens staat en beschikbaar is voor iedereen die daar geïnteresseerd in is. Dus zo is eigenlijk de gedachte gekomen van het boek. Zou ik het boek gewoon als een soort gedenkboek maken van wat dan zo'n Namita Ndiritivi in de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. Maar toen dacht ik van nee, weet je, als we toch eenmaal een boek gaan publiceren, laten we iets publiceren dat ook literaire waarde heeft. Waar we ook echt onderzoek hebben gedaan naar het ontstaan van de dans. Zowel het mythologische verhaal als gewoon het verhaal. Weet je, zoals het allemaal aan toe is gegaan in India. Hoe het haar weg heeft gevonden buiten India. Hoe het naar Suriname is gekomen. Dat moet gewoon ergens staan. Want dan is het, zeg maar, het Bharatanatyam verhaal van Suriname staat dan vast. Klopt. En ja, zo heel is dus mooi. het boek eigenlijk ervan Oké. gekomen. Het boekje vier hoofdstukken. Het Ja. eerste hoofdstuk gaat dus helemaal over de dans. Het ontstaan. En de introductie in Suriname. Het tweede en het derde hoofdstuk, die hebben daar wel een beetje een persoonlijke touch. Het tweede hoofdstuk gaat over wat de dans voor mij betekent. Heeft betekend en hopelijk nog zal Nog zal betekenen. betekenen, ja. Ja. Aan het betekenen En, is en zo, ja. ja. En in hoofdstuk 3 hebben we het dan over de mijlpalen van de dansschool. Ja, tuurlijk. Want los van al die dansproducties hebben we ook al 3 danseressen die hun Bharatanatyam Arangetram hebben gedaan binnen de dansschool. Dus ook dat noemen we weer. En in hoofdstuk 4 heb je dan een blik vooruit. En toen ik dus eenmaal bezig was met dat boek, toen dacht ik van hey, in verband met 145 jaar immigratie, zoveel jaar terug, was ik geïnterviewd geworden voor een documentaire. En ja, ik was heel blij eigenlijk met het eindresultaat. Dus ik dacht van hey, waarom zou ik ook niet proberen om een documentaire over Bharatanatyam in Suriname te maken? En ik heb dus toen het directoraat cultuur benaderd en ze waren bereid om deze documentaire samen met mij te maken. En dat hebben we dus gedaan en inmiddels zijn al deel 1 en deel 2 gelaunched en komende week nog deel 3. Dan Geweldig. hebben we dus de driedelige documentaire over Bharatanatyam in Suriname. Zowel de documentaire als het boek heette Kul, Roots and Fruits. Kul betekent zowel gisteren als morgen. Yeah. Vandaar dus ook die subtitel Roots and Fruits. Onze roots en dan de fruits wat die morgen eruit nog moet komen komen, naar zeg in de maar. toekomst. Ja, heel mooi. Ja. Maar dat het hetzelfde betekent, dat woord. Grappig. Ja. Oké. Okay. Ja. En Ja. in principe, dus als je de taal machtig bent, dan zou je aan de hand van de vervoeging van de werkwoorden, zou je dus moeten halen eruit als het nou verleden tijd of toekomst. Ja, de verleden tijdvorm of de toekomstige tijdvorm. Ja. Ja. Apart, bijzonder, ja. Very nice. Ja, maar ja, ja. Ik vind het heel mooi, want in principe doen we daar niet meer aan. Hè? Je zegt het net zelf, vanwege de digitale veranderingen van ons leven, wordt er veel minder vastgelegd. Terwijl het echt ja. toch bijzonder is als je toch hoe je het verkeerd zo'n boekwerk in je hand hebt en er doorheen kan bladeren en kan ja. lezen erover. Het is echt bijzonder. Ja. Het is inderdaad niks hetzelfde als het daadwerkelijke internet. Omdat het stukje personificatie van de beleving in Suriname maakt het een waardevoller op een of andere Klopt. manier.
En dat is dus wel belangrijk. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. En zo zal het ook gewoon de archieven ingaan, hè? Ja, very nice, very nice. Ik neem aan dat je dit boek niet alleen hebt samengesteld. Nee, want ik kan dus wel dansen en ik kan wel dansles geven en choreograferen, maar ik kan niet schrijven. Dus ik heb, ik heb een schrijfster en een redactrice, degene die samen met mij het onderzoek en het schrijfwerk doen. Ja. Rita Chenewij heeft dus geholpen met een deel van het onderzoek en het schrijfwerk. Ja. En Marieke Visser, zij is de redactrice. Ja. Dus onder haar strenge begeleiding zijn we bezig het boek samen te stellen. Claudette de Bruin, die zorgt voor de vormgeving. Dus het is allemaal in super professionele en veilige handen. Ja. Top team, alleen maar vrouwen. Geweldig. Ja, ja. Ik ben trots op jullie. Ook nog, ja. Nee, weet je, ik dacht van, ik doe dit, voor mijn gevoel doe ik dit dus één keer. Laat me het direct doen met een crème de la crème. Ja. Ja. Zodat ik zeker weet dat het een goed product wordt. Ja. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar we hebben dus wel het bedrijfsleven benaderd. En die heeft ons dus wel geholpen om het grootste deel in elk geval te kofferen. Maar Namita, je bent nog jong, hè? Dus over 30 jaar moet je dit updaten. Want meestal doen mensen dit aan het einde van hun carrière. Jij staat er hartstikke middenin, dus dat klapt eigenlijk niet. Ja, ik dacht van, weet je wat, laat me het gewoon doen en dan kijken we als er nog een ander moment komt. Follow up. Up tune over 30 jaar. Hey, hartelijk bedankt. Van harte gefeliciteerd. Niet alleen maar aan jou, maar ook aan de leerlingen. En ik zou zeggen, ik vind het een mijlpaal. En ik vind het heel bijzonder dat je ervoor gekozen hebt om de verjaardag niet door middel van een feest voorbij te laten gaan. Wat natuurlijk ook wel bijzonder is. Want dat nemen mensen die ervaring in hun hart mee voor de rest van hun leven. Ja, het feestje hebben we ook wel gehad, hoor. Gelukkig, gelukkig. Maar dit vastleggen is zo belangrijk. Dus heel mooi dat het gedaan is wat dit betreft in ieder geval voor onze Suriname. Thank you so much. Thank you, Adair. Nogmaals gefeliciteerd en veel succes. Want nogmaals, je staat er middenin, dus het is nog een hele lange weg voor je. Prima, thanks. Is goed, bye. Doei, doei. What we need is a little cute time. Tot zover een hele bijzonder gesprek met Namita Adjoja. Zij heeft in verband met het 20-jarig bestaan van haar school de geschiedenis van de Bharatanatyam in Suriname vastgelegd. Niet alleen maar in boekvorm, maar ook in een documentaire. Kijkt u er naar uit, zoals ze zei. Deze week verschijnt het derde deel. En ik weet het zeker dat het een product zal zijn dat de moeite waard is van het nalezen en ook bekijken. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.